Er is nog steeds geen besluit in de kwestie rond het jeugdambassadeurschap van Matthijs Samuel, die 2 weken geleden in opspraak raakte vanwege zijn gedrag tegenover een leerkracht. Minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken zegt dat de gesprekken deze week worden voortgezet. We praten deze week verder. Afgelopen dagen was ik er even niet. Dus we praten deze week verder. Ik heb nu gevraagd om vrijdag aanstaande verder te praten. En zal het onderzoek ingesteld worden met betrekking tot de situatie die u in zit als die al is afgerond? Het ministerie heeft het onderzoek al afgerond, ja. Ik denk dat de minister van Onderwijs vorige week heeft aangegeven dat het onderzoek is afgerond. Dus op basis van die bevindingen gaan we dan verder praten met Matthijs. De jeugdambassadeur kwam in opspraak nadat een filmpje viraal ging waarin te zien was dat hij een leerkracht op ongepaste wijze aansprak. Door het ministerie van Onderwijs werd Samuel daarvoor geschorst. Ook heeft de jeugdambassadeur de leerkracht publiekelijk beschuldigd van seksueel molest.